Vanuit deze spannende jungle gaan we op avontuur met Lego Indiana Jones. Er zijn weer fantastische sets uitgekomen. Deze Lego Indiana Jones gevechtsvliegtuigachtervolging en deze Indiana Jones ontsnapping uit de verborgen tombe. We beginnen met de Lego Indiana Jones gevechtsvliegtuigachtervolging. Wat me opvalt aan deze set is allereerst hoe natuurgetrouw de beide voertuigen zijn nagemaakt. Het is gewoon echt een cabrio uit die tijd en een vliegtuig uit die tijd. Ik zie zelfs dat de vleugels van het vliegtuig af kunnen, zodat je perfect de scène kan naspelen uit de film. Superleuk. Ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk werkt. En nou maar hopen dat ik geen verborgen mechanismen activeer. Ach, gelukkig, er zit alleen Lego in. Ik zie dat ik de Builder-app weer kan gebruiken. 3 zakjes. De eerste bouwt de auto en 2 en 3 bouwt het vliegtuig. Ik vind het heel tof hoe Lego erin geslaagd is mij na te maken in deze set. Als vader vind ik de films fantastisch en vind ik het ook super gaaf om met mijn kinderen te kunnen delen. En op deze manier kan dat. Het gevoel van de film komt heel goed tot zijn recht in deze set. Ik heb hier de achterkant gebouwd. Los en die kan ik met klemmetjes dan hierop bevestigen. En het is gaaf dat het zo schuin gemaakt wordt, maar ook de hoes voor het reservewiel vind ik heel leuk bedacht van Lego. We hebben al een compartiment om straks de bagage in te kunnen stoppen. Ja, het begint al echt een auto te worden. We zijn dus nu met 1 zakje, zijn we die hele auto al aan het bouwen. Koplampen. De bagage, de koffer. En het is zo'n fancy kist met zo'n plat deksel. Die zie je steeds meer bij Lego. En wat erin gaat, dat zijn ook weer referenties aan de film. Een paraplu, een welbekend wapen van Dr. Jones Sr. En een pistool. Die zien we niet veel bij Lego, maar ja, hoort er wel bij. En dan is het nu tijd voor de banden. Ik gok dat die hier moeten. Wat een vette wagen, hè? Het is echt een mooie replica uit de film. Met plaats voor 2, voldoende bagage, reservewiel. Super mooie details, zoals die mooie grote spatborden. Die koplampen zijn ook super vet. Ja, en ze zijn klaar om op weg te gaan naar Berlijn. Ik kan hier ook mooi aan Indiana zien hoe ver ik ben met het totale beeld. Die loopt langzaamaan steeds verder naar het einde. Ondanks dat we in deze set te maken hebben met 2 heel verschillende voertuigen, een auto en een vliegtuig, is de bouwervaring wel hetzelfde. Dus het is leuk om eerst een auto te maken en daarna een vliegtuig. Maar je merkt geen stijlverschil of dat de ene veel lastiger is om te bouwen dan de ander. Het gaat gewoon lekker door. Als ik zou mogen kiezen, zou ik liever het vliegtuig besturen, maar ik zou er niet mee door een tunnel gaan. Alleen nog de wielen. Hoppa, een hele gave cockpit hebben ze gemaakt. Gaaf. Ik moet het goed neerzetten. Indiana Jones en zijn vader richting Berlijn op de vlucht voor een Duits gevechtsvliegtuig. Super gaaf. Als je de film hebt gezien, dan kan je je verbazen over hoe mooi ze die voertuigen hebben nagemaakt. Vleugels scheuren eraf. Ook dat kunnen we gewoon doen. Heel leuk dat die iconische scène ook nagespeeld kan worden. Dat Lego daarin voorziet door die vleugels eraf te laten gaan. Nog een gave feature van het vliegtuig is dat hij echt kan schieten. Super vet. Van Berlijn gaan we met Indy naar Egypte, waarin we proberen te ontsnappen uit een verborgen tombe. Deze tombe die zit verborgen onder het zand en die bevat de Ark des Verbonds, de Ark of the Covenant in het Engels. En daar is Indiana Jones samen met zijn vader naar op zoek. Duimen hier, duwen. Hij gaat open. Ja. Ja, ik ga gewoon beginnen. In deze set van de tombe vinden we een aantal minifigs, waaronder Sala, Indiana Jones' trouwe vriend in het Midden-Oosten, maar ook Marion Ravenwood. We kunnen zeggen de vriendin van Indiana Jones, al verandert dat nog wel eens. Indiana Jones zelf zit er natuurlijk ook in. Zo te zien al bijna klaar met zakje 1. En wat mij opvalt is hoe groot de grondplaat eigenlijk wordt. En ik ben nu het mechanisme aan het bouwen waarmee je straks een van die standbeelden om kan werpen. Ik ben inmiddels weer wat verder. Niet alleen de bodemplaat is af, maar we hebben ook al een stuk muur staan. Ze hebben deze keer Indiana Jones haar gegeven en een hoed in een dual mold, zoals dat heet. Dat is 1 Lego steentje dat 2 verschillende kleuren heeft. In dit geval lichtbruin en donkerbruin. De ark zelf is gemaakt van zowel goud als geel. Dus dan moet je even goed zoeken van heb ik nou een geel of een goudblokje nodig. En hier nog meer goud.
Wat een gave set zijn dit. Het zijn allemaal slangen. Indiana Jones houdt niet zo van slangen. Om hier te ontsnappen, beukt hij gewoon door de muur door een beeld om te duwen. Wauw, dat is echt heel gaaf. Denk je net hier veilig te staan, weg van de slangen? Trek je aan dit pinnetje en komt er een mummie opeens tevoorschijn. Al met al zijn dit twee hele gave sets die voor de wat oudere Lego fan zoals ik een hoop nostalgie opwekken en warme herinneringen aan de film. En voor nieuwe helden heel veel kans bieden om de wereld van Indiana Jones te ontdekken. Zelfs nog voordat je de films mag zien. Hoe cool is dat? Deze sets zijn af. Ik ga op zoek naar het volgende avontuur. Hier in de jungle achter mij.